We zijn natuurlijk two days after. Ja. Het was toch het feest van de democratie. En vanaf nu is het nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe coalities, nieuwe burgemeesters. Hier en daar. Maar het is ook een beetje afscheid nemen. Het is toch een beetje afscheid nemen van de campagne. Van al die mooie, gênante beelden. Van al die geweldige, potentieel heel gave televisieprogramma's. Zoals ongemakkelijke gesprekken in een skilift. De mensen die het wanbeleid hebben veroorzaakt, moeten weggestemd worden. En het is aan ons om voor verandering te zorgen. Ja. Jammerlijke uitspraak. Gaan we nooit meer meemaken. Helaas, helaas. Terwijl het is zo'n goed concept. Maar dus het was afgelopen zondag. Het was eigenlijk vanaf 's middags tot 's avonds was het één grote live uitzending. Heel lang. Iedereen die ooit bij de VRT heeft gewerkt en moest komen opdraven. Het was sowieso de laatste dag van cameraman Johan. En we gaan gewoon het beeld meevolgen. Johan draaien. Als je hem wil inhuren, ik heb zijn nummer. Hij kan inzoomen als de beste. Ja hoor, dat kan niet. Ja, maar goed, er gaat heel vaak iets mis. En dan moet je natuurlijk wel goed op reageren als verslaggever. En ook als anker in de studio moet je daar een beetje spontaan op reageren. En zo ook Martie Tangen, die heel spontaan omgaat met teleurstelling. Vorige keer had uw partij op de stad... Wat jammer, die verbinding valt weg. Ik heb gehuild toen. Sorry. Wat jammer. Maar goed, je moet zo'n dag een beetje vullen. Want er komt natuurlijk veel nieuws langs. En iedereen zit natuurlijk toch een beetje te wachten op de uitslagen. Maar tot die tijd gebeurt er van alles wat wij ook niet wisten. Hè. Er is bijvoorbeeld geweest een wedstrijdje achteruitlopen met de camera. De beste drie hebben we even op een rij gezet. Riyad Bari, beginnen we mee. Een korte, kleine achteruitloopsprint. Wel, Martien, de stemmen moesten eigenlijk geteld zijn, maar er is een klein probleempje. Volg mij maar even naar dit kamertje hier achter mij. Dat is de plek waar... Nou, knap, mooi. Hè, door zo'n smalle deur. Dat is knap, goed gedaan. Pieter-Jan de Smet deed 's avonds behoorlijk goed ook. Want hij had namelijk ook heel veel hindernissen nog te nemen. Meneer De Wever, bent u tevreden met het resultaat? Meneer De Wever, meneer De Wever, bent u tevreden met het resultaat? Dit is een testudo. Hoopt u de huidige meerderheid te kunnen houden? Knap. Maar de winnaar in de Belgische kampioenschappen achteruitlopen terwijl er een camera draait is geworden Steven de Kranen, live vanuit Heist op den Berg. Hit hem. En we gaan hier binnen. Het is nu al ietsje minder druk dan een uur geleden. Een uur geleden was het hier echt over de koppen lopen. Want zoals je kan zien, hier is een eerste kiesbureau al. Maar aan de andere kant zijn er nog verschillende kiesbureaus. Langs de speelplaats kan je daar naartoe gaan. Daar komt ook nog iemand stemmen, zie ik hier, die net zijn fietstocht gemaakt heeft. Dus om maar te vertellen, het is hier echt wel een komen en gaan geweest. En, geweldig. Heel mooi. Steven de Kranen, de grote winnaar van de achteruitloopwedstrijd. En goed, dan was natuurlijk het moment daar in de studio. Altijd spannend natuurlijk, er wordt Ivan ook een beetje nerveus, want de eerste uitslag was binnen. Ik hoor dat er een eerste uitslag is, dus denk ik dat we even moeten gaan kijken naar het scherm. Want inderdaad, er is een uitslag, dames en heren. De eerste uitslag is er. We zitten in Limburg. We gaan meteen kijken naar de uitslag voor Herstappen. Yes! Wow. Dat is de barometer van Vlaanderen, of niet, Lucas? Ik ben meteen gaan opzoeken toen ik aan het kijken was. Herstappen, voor de mensen die het niet weten, heeft 88 inwoners. Oei. Nog een leuk weetje, 91% onbebouwd. Dus... Maar toch, eerste uitslag. Het zijn maar twee lijsten, dus tenminste dat we dan snel een zetelverdeling gaan krijgen, hoop ik. Ja, laten we luisteren naar Ivan. En we kunnen dan ook meteen naar de zetelverdeling kijken. Daar in Herstappen, die is nog niet vrijgegeven. Gênant. Nou, dit was anticlimax. Maar goed, uiteindelijk kwamen alle uitslagen binnen. En uiteindelijk was er een totale uitslag. En er konden winnaars worden aangeduid. En er konden verliezers worden aangeduid. N-VA was een winnaar, uiteraard. Vlaams Belang, toch stiekem ook wel een winnaar. Groen, natuurlijk. Groene Golf. Alleen voor politiek geld natuurlijk. De echte winnaar, dat is degene die het hardste schreeuwt. Dus Open VLD is de winnaar, of niet? Beste vrienden. Beste Gentenaars. Wat een ongelooflijke stad is Gent!
Kalm, kalm. Wat een ongelofelijke stad! Het is waanzinnig! De E17! De E17! De Galamco Arena! Drie torens! Drie torens! En een museum! Wat een stad! Nou goed, waren er nog andere enthousiastelingen van de Open VLD? Oh ja, in Kortrijk. Voor de eerste keer in 150 jaar in Kortrijk zijn wij de grootste partij van de stad. Wij zijn de stadspartij van Kortrijk. Ja! 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 Slik, bitch! Dat zeggen ze in Kortrijk. Dat zeggen ze daar, ja, inderdaad. Dat doen ze daar. Ja! Yeah! We zijn de grootste. Ja! Yeah! Nou goed, dan ben je de grootste. Dan moet je natuurlijk allemaal mensen bedanken. Alle homies in Kortrijk! Ja! Yeah! En voor de mensen die nog helemaal in hogere sferen zijn en die zich afvragen, goh, waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken zondag? Deze mevrouw vat het heel goed samen. Ik vind dat wel even plezant. Ik zei ook zo er juist nog tegen mijn vrienden van, het is een beetje 2K, maar dat wel helemaal anders. Dat is exact wat het is. Het was een 2K, maar dan helemaal anders.